Deze week zijn de nationale voorleesdagen. Lezen is heel belangrijk. Het prikkelt de fantasie van de kinderen. Ook van de ouders, weet ik uit eigen ervaring. Maar daarmee laat je ook kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking komen met boeken, met lezen. Lezen is heerlijk leuk. En voor deze week hebben we het boek van Mopper Eend. Nou, en ik weet zelf, Mopper Eend gaat hele leuke avonturen beleven. Dus laat het vooral op je kinderen inwerken. En samen met je kinderen lezen is gewoon leuk. En ja, ik mag dadelijk een paar kinderen voorlezen uit het boek van Bibi gaat op reis. Dus dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Want ja, dat kinderen plezier hebben in lezen, dat is zo belangrijk. En dat ze van jongs af daarmee bezig zijn, ja, dat wil ik graag stimuleren. Dat wil de gemeente graag stimuleren. Dus heel erg belangrijk dat er stil wordt gestaan bij het belang van taalontwikkeling voor kinderen. Het feit dat ik nu met u kan praten en u iets kan vertellen, komt omdat ik taal heb geleerd. Taal is een ontzettend belangrijk communicatiemiddel en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus alle vaders, moeders, opa's, oma's, buurvrouwen, besteed er aandacht aan. En als je even over hebt, tijd over hebt, ga even voorlezen met kinderen. Het is heel erg leuk om te doen ook nog eens.